Voor ons Unity game. Uh, in de, ergens lang geleden aan het begin heb ik gezegd um, dat we dingen slordig gingen doen soms. D dit is die video, in ieder geval een gedeelte ervan. Um, we gaan vandaag gaan we werken aan de collision van de speler. En van het rode lijntje, daar heb ik net even mee zitten stoeien. Um, dus daar gaan we mee beginnen. Um, en yeah, we gaan het niet helemaal netjes doen. Maar dat is oké. Okay, uh, want you know, als we begin de game. Niemand, niemand gaat het echt merken sowieso die het speelt. Dus maakt het dan nog veel uit, is wat ik me afvraag. Ja, yeah, oh, moa Valt mee. Oké, okay, dus wat we gaan doen is aan de player. Uh, die gaan we dus laten botsen zometeen met mooie blokjes. Dus wat we gaan doen is, we gaan naar de player. En dan klikken op add component. En dan zeggen we een rigid body. En niet de 2D rigid body, want we zijn 3D-spel aan het maken, alhoewel het wel van bovenaf is. Uh, en dan drukken we op enter. There we go. En een uh, rigid body in Unity is eigenlijk om de Unity physics te gebruiken. Unity heeft standaard physics. Weet je, wel? Dus als je een blokje laat vallen dat het op de grond valt en zo. En dat het van je af kan stuiteren en whatever. Op zich wel leuk. Soms een beetje een gezeik, kan ik je zeggen. Uit persoonlijke ervaring. Uh, maar het is best wel leuk om mee te werken. Uh, maar dat willen we helemaal niet. Uh, het enige ding is, een rigid body zorgt er ook voor dat je makkelijker collision kan hebben met andere objecten. Uh, dus... De uh, rigid body hoeft alleen op bewegende objecten, als ik het me goed herinner. Uh, dus bijvoorbeeld als we gewoon een stilstaand blokje hebben, dan is dat helemaal geen ramp. Dan hoeft hij geen rigid body. Uh, maar dan gaan we even bij constraints. Gaan we hier bij freeze rotation. Gaan we even x, de y en de z uitdoen. En we willen de i-positie. Ik denk dat de i. Ja, dat is i-positie. Uh, willen we uit hebben. En use gravity, want dat hoeven we ook niet. Dus eigenlijk zetten we alles wat met physics te maken heeft, zetten we uit. Buiten de, de, de collision op de horizontale assen. Dus nu. Uh, kijk, nu zou hij gewoon. Oké, okay, here we go. Nu loopt hij gewoon nog helemaal normaal, dat is hartstikke mooi. Uh, en dan gaan we nu even. Ik zet even maximize on play uit trouwens, dat vind ik irritant. Dan gaan we nu even terug naar de scène, en dan doet hij weer heel irritant. Oh, ik heb wel 2D staan. Oké, okay, dan kan je hier 2D keer weer uitzetten. En als je dubbelklikt op de speler, dan vliegt hij daar naartoe. Dan gaan we nu even dit blokje dat we hier hebben liggen. Uh, die gaan we even naartoe slepen. Als je control trouwens ingedrukt houdt terwijl je sleept. Dan Lokt hij op een grid. En dat is af en toe best wel handig als je dingen precies op de grond wil hebben. Uh, ik weet niet, is dit precies op de grond? Ja, blijkt me. No. Nee, nee. Maar maakt niet uit. Uh, zolang je er maar tegenaan kan lopen. Dat is het belangrijkste. Right, dus nu hebben we een blok hier. Uh, check dat hij een box collider heeft. Dat is dus gewoon een, een ding eromheen waar hij tegenaan kan lopen. Dat hij weet van, ah, dit, dit is gevaarlijk. Zelfs wat je een collider geeft, daar kan hij dan straks tegenaan lopen. Uh, dan gaan we nu op play drukken. En zoals je dan nou al kan zien. There we go. Hij botst er al tegenaan. Niet, niet mooi, dat weet ik. Nee, geen zorgen. Zo lelijk gaat het niet worden. We gaan het nog fixen. Uh, maar goed, hij botst er al tegenaan. Dus op zich, dat hebben we al. Uh, wat we nu wel even gaan doen. Want wat ik heel irritant vind is als het wapencollision heeft. Kijk, want dan kunnen we zo onszelf heel raar draaien. En dat. Nee, 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 dat willen we niet. Dus wat we even gaan doen. We drukken weer even van de play knop af. Dan gaan we naar de cube. Uh, sorry, naar de player. Openen we die. Dan gaan we naar de gun. En in de gun. Zeggen we de box collider hier. Doen we rechtermuisknop op. En dan remove component. Dus dan hebben we geen collider meer met de box. Eh. Uh, wat dan hebben we geen. Ja, dan hebben we geen collision meer met de gun. There we go. Oké, okay, uh, en dan nu gaan we even met code ervoor zorgen dat hij wat beter gaat botsen. Dus wat we gaan willen doen, is we gaan weer even naar scripts en dan gaan we even ons player script openen. En ik bedenk me dat ik dat eigenlijk al had moeten doen. Ik hoop dat hij het snel gaat doen, want ik heb mijn Visual Studio wel open. Ja, ja, gaat hij gewoon snel doen een keer. Wauw, hij is gewoon al open. There we go, op het scherm. En even inzoomen voor jullie. En there we go. Oké, okay, onze code. Uh, we gaan beginnen met deze update hier. Gaan we fixed voorzetten. Dus dan wordt het fixed update. Fixed update is relatief hetzelfde als update. Uh, alleen fixed update update alleen elke physics update. Uh, physics die updaten niet elke frame. Want... Dan zou alles heel naar gaan worden. Geloof me, dat is niet iets dat je mee wil maken. Dat is echt... Dat, dan, dan gaat je het spel waarschijnlijk uh, heel sloom. Um, dus dat is niet elke frame, maar dat is oké. Okay. Um, je kan trouwens wel instellen dat zo gebeurt. En op zich voor, voor kleine dingen zou dat nog kunnen. Um, dan ga je gewoon naar edit en dan de project settings en dan physics hier. En dan kan je instellen hoe vaak de physics update. Uh, maar dat, dat boeit ons nu even allemaal niet. Dus dat gaan we niet doen. Uh, en als je nu op play drukt, dan zou je moeten zien dat hij een klein beetje erin gaat. Maar eigenlijk best wel heel nice al. Zeg maar amper merkbaar. Er is nog een betere manier om het te doen. Die ga ik jullie nu niet laten zien. Maar als je die wil weten, uh, Google op rigidbody.moveposition. Uh, uh, move rotation, trouwens, ook voor de rotation wil je dan hebben. Zodat die rotation ook wat nicer doet. Maar dit is uh, meer dan goed genoeg. Uh, ik denk dat de meeste spelers dit niet eens echt zouden merken. Dus dat is helemaal prima. Uh, en dan willen we door. Met... Oh mijn god, mijn speler beweegt heel langzaam. Ja, mijn speler beweegt heel langzaam, natuurlijk. Oké, okay, ik weet al wat het is. Je moet ook even de, gewoon de Dragon Angular Drag op 10 gooien. Uh, dat is zeg maar de luchtweerstand en zo. En de weerstand van de grond. Dat zorgt ervoor dat als je tegen iets aanloopt, dat hij gewoon niet begint met glijden. Want laten we even eerlijk zijn, dat, dat is best wel dom. Dus daar gaan we er mooi even niet in doen. Oké. Okay. Uh, nu, waarschijnlijk, wat je merkt, is dat de camera nu super haperig is. Dat komt omdat de camera nu vaker dingen doet dan de speler. Right? Dus de camera die achtervolgt de speler. Maar er zijn nu dus frames waarop de speler eigenlijk helemaal niet beweegt. Dat klinkt heel raar, want dat zie je helemaal niet. Maar, ja, nou ja, zo zie je dat misschien. <laughs> zo wordt het duidelijker. Maar uh, elke keer dat hij stottert is dus een stukje ertussen waarin de speler niet beweegt, maar de camera wel. En dat is natuurlijk niet handig. Dus wat we nu even gaan doen is, we gaan ons camera controller gaan we openen. En dan hier, bij de update, maken we daar ook weer een fixed update van. En dat is letterlijk hoe makkelijk het is voor de camera. Nu doet de camera het gewoon. There we go. Nu doet de camera helemaal soepel mee. Omdat de camera nu evenveel frames beweegt uh, als de speler. Dus dat maakt alles natuurlijk weer zes keer mooier. Oké, okay, wat we nu gaan doen is ervoor zorgen dat ons lijntje niet door het ding, uh, zeg maar hier doorheen gaat. Want dat, ja ja, dat is een beetje, een beetje raar als je lijntje door blokken heen kan schijnen. I don't know, dat, dat hoort toch niet helemaal. Dus we gaan weer even uit playmodus en openen we ons gunscript. Uh, en dan gaan we gewoon even hier bovenaan, gaan we, gaan we gewoon hier even een functie aanmaken onder reload. Ik probeer het netjes te doen, maar dat, dat is lastig af en toe. En we noemen het void update line. En hierin gaan we onze lijndingen doen. En dan zetten we gewoon even boven update UI, zetten we update line. Right? Dus deze wordt dan ook weer elke frame gedaan. En dan zorgt hij dat hij niet door blokjes heen gaat zometeen. Oké, okay, uh, als eerst gaan we een float willen maken. Uh, dus we zeggen hieronder weer serialize field. Float line length. Dat gaat de lengte van onze lijn worden. Uh, in, eerst hadden we dat namelijk, als je terug naar Unity en je gun... In line render hier hadden we 50 staan. Dat betekent dus dat onze line 50 lang is. Dus uh, als je dat graag wil, vul dan hier ook weer 50 in. Uh, ik raad jullie ook aan trouwens om nu de end color gewoon op volledige alpha te zetten. Dus net net wat mooier hiermee. Het kan ook zonder hoor. Dat, dat is allemaal prima, jouw keuze. Uh, maar dat vind ik net wat prettiger hiervoor, I guess. En we gaan nu use world space aanvinken. Um, ik zat te klooien. We gaan zo meteen namelijk een een oh, een pistool maar daar. We gaan zo meteen een straal vanaf het pistool afvuren de hele tijd zeg maar vooruit en dan als hij iets raakt dan gaat hij maar tot aan wat hij raakt dus stel hij dus op en dan raakt de blok dan stopt hij daar um, en dat, maar goed dan krijgen we dus een positie in wereldruimte krijgen we terug en dat, dat is heel makkelijk natuurlijk om in te stellen als het laatste element uh, hier zeg maar van het laatste punt in de lijn um, maar als je dat moet converteren naar local space dat gedoe en als je gewoon de afstand van de lijn tot aan het punt wat je raakt wil pakken, dan doet dat ook moeilijk om de een of andere reden. Ik weet niet helemaal waarom, maar dat doet het gewoon. Dus we gaan het nu gewoon met code instellen. De posities. En dat is ook helemaal prima. Uh, dus gaan we terug naar uh, de code. Uh, nadat we de mooie line length hebben ingesteld. En dan moeten we. Oh, ik ben bijna vergeten. We moeten natuurlijk ook nog de line renderer hebben. Dus dan zeggen we hieronder line renderer. Line renderer. There we go. En dan maken we ook even een start aan. Dat run natuurlijk elke keer als het spel start, of dat object start, zeg maar. En dan gaan we line renderer, gaan we even onze line renderer instoppen. Dus dan zeggen we line renderer is get component line renderer. Wat hij hiermee doet, is hij pakt dus gewoon de line renderer die aan dit object vast zit. En die stopt hij in die variabelen, zodat we er vervolgens dingen mee kunnen doen. Oké. Okay. En dan gaan we nu dus in update line, zeggen we... Line renderer.set position en dan doen we als eerste de eerste positie, dus 0, die zetten we op onze positie, dus de transform.position. Right? Want dat is de startpositie, en omdat wij nu bewegen en naar worldspace pakt, verandert dat de hele tijd. Dus die moeten we de hele tijd bijhouden. Uh, dan vervolgens ga ik even heel stiekem kijken naar hoe ik het ook weer gedaan had. Ja, zo heb ik het gedaan. Ik, ik heb een mooi cheat sheet erbij tegenwoordig, omdat het anders te veel wordt om in één keer te onthouden. En dan uh, maak ik allemaal weer fouten. Uh, daarna willen we een raycast hit. Daarin gaan we natuurlijk opslaan wat we geraakt hebben. Volgens mij heb ik dat al eerder met jullie gedaan. Uh, dan zeggen we if. Nee, nope, niet particle. We zeggen if physics.raycast. raycast. Uh, dus nu gaan we de straal afvuren. En die vuren we dan vanaf onze positie. Uh, ...naar onze transform.forward... ...dus gewoon voorwaarts van vanaf hoe wij geroteerd zijn. Uh, out hit, dus we bewaren het in de hit. En de lengte is line, line length. En ik zie dat ik net onze layer mask ben vergeten... ...dus vul hier maar layer mask in. En dan gaan we die nu even aanmaken. Uh, wat we dan gaan doen is... ...we gooien hier nog even een serialized field onder. Layer mask. Layer mask. En dan moeten we even terug naar Unity. Want wat een layer mask is, is zeg maar... Um... Ja, zie je het als een soort... Oeh, dit is een moeilijke. Ja, basically verschillende lagen gewoon, right? Dus hier zie je een layer. Stel, ik zet deze op UI. Dan alle stralen die ik afvuur op bijvoorbeeld de default layer, die zullen dan daardoor heen gaan. Het is eigenlijk vrij simpel als je dat zo hoort. En ik denk dat ik het gewoon meteen op die manier had moeten uitleggen. Maar goed, uh, we gaan even een layer toevoegen en die gaan we terrain noemen want we willen dat onze lijn eigenlijk alleen met de collide. niet met de kogels en ook niet echt met de vijanden. Wel, maybe met de vijanden. Uh, nou, dan noemen we hem leuk object, Line objects of zo gaan we hem noemen. Whatever. Het maakt allemaal niet zo heel veel uit uiteindelijk. Uh, en dan gaan we terug naar de cube en dan stellen we hier voor de layer stellen we line objects in. There we go, easy. En uh, dan vervolgens gaan we terug naar de gun. En als het goed is. Oh, dat doet hij nu niet. is Heel irritant. De Unity Editor update niet als je errors in je code hebt. Dus wat je even wil gaan doen. is. terug naar onze regelcode hier. En dan doe je. Het slash slash. en dan komt je hem. Zeg dan, maar, dan telt dit. Zeg maar niet meer mee. En uh, dan druk je op Save. Ga terug naar Unity. En nu zou hij er wel in moeten komen. Ja, there we go. Layer mask. En dan zetten we Layer mask op Line Objects. There we go. Super easy. Uh, dan gaan we weer terug naar Visual Studio. Halen we dit er weg. En nu is Layer mask een ding, dus kunnen we hem mooi gebruiken. Uh, dan hopen we even de squiggly, haak, de squiggly haakjes. Want dan gaan we zeggen wat er nu gaat gebeuren als dit zo is. Dan zeggen we line renderer. Position 1 hit.point, Dus zeg maar waar de hit geraakt is. Dus de positie van waar de straal raakt. En dat is. Dat is eigenlijk alles wat we moeten doen. Nu, als het goed is, zou die heel mooi colliden. Het zal wel weer niet, want er gaat altijd wel wat fout. Maar ik hoop dat hij het goed gaat doen, want ik heb me voorbereid hierop. Ja, ja, daar. Whoa. Oh, ik weet. <laughs> ja, ik weet nog wat ik vergeten ben. Het is dus nu natuurlijk alleen als we een straal raken. past hij de lijn aan. Dus dat betekent dat hij daarna gewoon op dat punt blijft. Uh, wat we nog willen doen. is else. Dus als de straal niet raakt. dan zetten we de line renderer.set position 1. Op de transform.forward. Dus onze voorwaartse as keer de line length. Dat is de renderer. We willen graag de length. There we go. Dus nu zet hij, als hij niet de straal raakt, dan gaat hij gewoon uit de shell vooruit. Dus dan zou hij altijd netjes vrij moeten gaan. Kijk, there we go. En nu stopt hij helemaal mooi. Het is een meesterwerk, jongens. Dat is het in ieder geval dan nu voor deze video. Uh, als je deze video leuk vond, vergeet dan natuurlijk niet op het duimpje omhoog te drukken. Het abonneren als je meer wil zien. Uh, volgende video gaan we, denk ik, beginnen aan de. I don't, I don't. even. Oké. Okay. Wel, het werkt grotendeels. Ik ga wel even uitvogelen wat dat veroorzaakt. Uh, ik denk niet dat het heel veel verandering gaat zijn van de code. Oh, hij doet het weer. Oh, oké. Okay. Dit, dit, ik denk dat dit te fixen is met de Unity editor herstarten. Dit had ik namelijk daar straks ook. Toen heb ik mijn Unity editor herstart. En toen deed hij het wel. Dus ik ga hem even herstarten en dan gaan we erachter achter komen of hij dan wel doet. Alright, there we go. Ik heb hem alweer werkend. Um, ik heb een beetje een cheaty oplossing maar genomen. Want hij deed heel raar ermee. Uh, maar nu werkt hij wel perfect, dus dat is mooi. Uh, wat ik nu doe, is zodra hij niet meer een blokje raakt, dan zet hij zichzelf terug uh, zeg maar van de use world space af. Dus dan gebruikt hij weer local space. En dan doen we het op dezelfde manier als we het daarvoor deden. Maar als hij collision heeft, dan zetten we hem wel op de use world space. En dan doen we het dus op de manier dat ik net heb uitgelegd. Niet de beste oplossing die mogelijk is, denk ik. Maar goed, voor nu in ieder geval gaat het hem doen. En als ik een betere oplossing bedenk, dan zal ik dat jullie wel laten weten. Uh, om het te doen, moet je gewoon in de if physics.wk, dus als de lijn raakt, zet je de world space op true. Uh, daarna, anders, als hij niet raakt, dan zet je use world space op false. Zet je de nulpositie, zet je op een vector 3.0. Wat eigenlijk makkelijker is hier, is gewoon vector 3.0. Dat is gelijk aan wat je net zag, dus nieuw vector 3.0.0.0.0. En voor positie 1 zet je gewoon nieuw vector 3, 0, 0 line length. En dan heb je eigenlijk hetzelfde resultaat. Wat je ook nog even kan doen, is deze gewoon hier inzetten. En dan zou die nog steeds perfect moeten werken. Dus is weer ietsjes netter dan nog. Hebben we nog een beetje netheid, I guess. Uh, en dan zou die het voor nu in ieder geval helemaal mooi moeten doen. Uh, Speler merkt er natuurlijk weer helemaal niks van. Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, I guess. Uh, Mooie code is belangrijk, maar ook dat je speler er helemaal niks van merkt is, is toch net iets belangrijker. Want de speler is degene die het gaat moeten spelen. Dus in ieder geval, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Vergeet het natuurlijk niet te abonneren als je meer wil zien en een duimpje omhoog drukken als je de video leuk vond. Suggesties achter te laten voor wat jij in de volgende video wil zien. Ik denk dat we er veel gaan doen. Uh, misschien nog suggesties achter te laten als jij een betere oplossing weet voor de lijn. Die zijn natuurlijk altijd welkom. En tot de volgende keer. Peace.